morning, ben ik weer. Ik heb vandaag voor jullie een video die al way overdue is. En dat zijn namelijk alle boeken die ik heb gelezen afgelopen tijd. Volgens mij de laatste keer dat ik een echte wrap-up heb gedaan was van juli en augustus. Dus deze boeken gaan best wel een tijdje terug. Ik heb meerdere boeken dus de afgelopen maanden gelezen. En ik heb ze even in delen gehakt, dus in twee video's. En we gaan vandaag de boeken behandelen waar ik naar heb geluisterd. In mijn andere video heb ik het dus over alle boeken die ik daadwerkelijk heb gelezen de afgelopen maanden. En dit zijn alle boeken die ik heb gelezen door naar ze te luisteren als luisterboek. We gaan helemaal terug naar september. Ik ben daar als laatste gestopt volgens mij met Nimmernacht en Giant Days. Die had ik in september gelezen. En die heb ik nog besproken en daarna niet meer. Daarna ben ik dus verder gegaan met de maand en het lezen. Toen heb ik Geef je de zon geluisterd. Deze heb ik 3 sterren gegeven. Ik vond het een heel verfrissend boek. Vooral omdat ik de laatste tijd echt best wel veel fantasy aan het lezen ben. Voor mijn gevoel, ik weet niet of het daadwerkelijk zo is. Maar deze kwam dus wel even tussendoor als even wat luchtigers en weer even lekker een ander genre. Ik geef je de zon. Het gaat over een tweeling, Jude en haar tweelingbroer Noah. En zij zijn altijd heel close geweest, zoals je kan verwachten, van een tweeling. Behalve dat door een tragische gebeurtenis in hun leven scheiden hun wegen best wel. En je ziet heel erg hoe hun persoonlijkheden nu een beetje gaan botsen door wat er is gebeurd in het leven. En ze komen er moeilijk samen uit. Ze hebben ieder hun eigen problemen. En ze hebben eigenlijk heel erg hard elkaar nodig om er weer uit te komen. Omdat alleen die persoon weet wat de ander doormaakt. Maar ze kunnen gewoon geen connectie met elkaar vinden. En we volgen uit dit verhaal Jude. En Jude die gaat naar een kunstschool. Dat was haar lifelong dream om kunstenares te worden. Maar door die tragische gebeurtenis is het een beetje aan het falen op school. Ze weet niet hoe ze verder moet. Totdat ze uiteindelijk een groot project gaat doen. En dan komt ze bij een kunstenaar terecht. En vanuit daar gaat het verhaal zeg maar op zijn gang. Het was super interessant om te lezen vanuit iemand die deel is van een tweeling, maar dus helemaal geen connectie heeft met die tweeling en dat gemis ervan. Dat vond ik heel leuk. Verder vond ik het niet een heel spannend, nieuw, baanbrekend boek. Behalve dat Jenny Nelson een best wel prettige manier van vertellen heeft. Wat heel erg doet denken aan Nicola Yoon en Jennifer Niven. Die manier van vertellen. Wat een verhaal zoals dit, een realistisch verhaal, nog een stukje realistischer maakt en daardoor wel leuker. Dus het was zeker leuk om naar te luisteren. Het luisterboek was ook wel een aanrader. De vertelster die sprak het super leuk. Dus ja, liefde is slechts de helft van het verhaal. That's true. Dan heb ik in september nog een luisterboek geluisterd. En dat was The Queen Rising van Rebecca Ross. Dit boek heb ik gekocht van op Amazon. Omdat ik die zag bij Sabine's Booknook. En ze had hem voor 4 euro van Amazon gekocht. En ik dacht, ja, ik hou van deze cover. Ik vind hem er zo super leuk uitzien. Waardoor ik eigenlijk geïntrigeerd was door dit boek. En voor 4 euro gratis thuis verzenden ben ik wel benieuwd. Daarna zag ik dat hij op Storytel als luisterboek stond. Dus ik dacht, perfect, dan kan ik op die manier luisteren. En ik moet zeggen dat het verhaal voor mij best wel een beetje tegenviel. En ik weet niet waarom. Ik had gedacht dat ik het echt wel leuker zou vinden dan dat ik het vond. Maar het was een soort van... Ik heb dit al heel vaak gelezen. En het jasje waarin het gestoken is, is voor mij niet dusdanig vernieuwend of goed geschreven, waardoor ik het gewoon een meh oké boek vond. Ik heb hem dan ook 3,5 ster gegeven, wat ik eigenlijk denk eerder 3 misschien. We volgen Brianna en zij is bij Magnalia House neergelegd als jong meisje om dus de passions, de leer van de passions te leren. Je hebt verschillende soorten passions. Je hebt de passions van knowledge, van art, van music. Dus je hebt vrouwen die leren verschillende soorten passions en ze moeten dan excellen, dus goed zijn in 1 passion, waarna zij dus op basis daarvan hun carrière verder gaan regeren. Het is magisch, maar ook weer niet helemaal. Want er komt wel enigszins magie aan te pas, maar niet echt super highly. En terwijl aan de voorkant zou ik echt verwachten dat het echt een heksenverhaal is. En misschien dat ik daardoor vooral was teleurgesteld in het verhaal. Op een gegeven moment krijgt zij een brief van een familielid van haar. En daaruit wordt ze een beetje betrokken in een politiek spel. Waar dus schijnbaar haar familie altijd al mee bezig is geweest. Dus dat valt nu bij haar, intriges, oorlogsplannen, zeg maar echt dat politiek spelletje wordt ingegooid. En daar heeft ze helemaal niet voor geleerd, want ze heeft alleen maar voor passions geleerd. En het blijkt gewoon dat overal meer achter schuilt dan dat ze in eerste instantie dacht. En dat haar wereld heel anders is dan dat zij wist, zeg maar. Daar gaat het een beetje om. Wat ik zeg, het is ook best wel al bij mij een beetje weggevloeid.
Omdat het gewoon niet voor mij dusdanig uniek was. Ik heb heel veel van dit soort verhalen gezien. Een meisje die gaat naar een school en die leert wat en die wordt verliefd op een persoon. En dan wordt ze in een wereld gegooid en die wereld wordt helemaal open. En die persoon zit ook in die wereld. Gewoon dat hele riedeltje ken ik wel en dat vind ik niet meer zo vernieuwend. Dus helaas. En daarna heb ik in oktober heb ik geluisterd naar Rain the Earth van A.C. Kaugen. Dit is het eerste deel in de Elementae-serie. En dit is wel grappig, want dit heeft eigenlijk een beetje een semi hetzelfde verhaal als The Queen Rising, maar dan zoveel beter. Dit was zo'n tof, uniek, inspirerend, magisch verhaal. Wij volgen, hoe heet ze ook weer? Shalia. En Shalia is de dochter van de regerer van de Sand People, een soort van mensen die in de woestijn lopen. En zij is dus uitgehuwelijkd aan een man van de Bone Lands. En dit is om de families beter tot elkaar te brengen en te zorgen dat ze in de oorlogen samenwerken, et cetera. Dus gewoon echt een arranged marriage. En zij is dus eigenlijk vrijwel haar hele leven klaargestoomd om dat te doen, om dus uitgehuwelijkd te worden als benefit van de politiek. En nu het erop aankomt, blijkt het dat het een stuk moeilijker is dan waar ze altijd voor heeft getraind. De king van de Bone Lands die haat magie. Dus hij haat ook alle mensen met magie. Die noemen ze dus Elementae. En Shalia komt er gaandeweg achter wat ze allemaal dus doen met die Elementae. En waarom de koning hem de Elementae zo haat. En dit alles speelt zich af in een super mooie setting. Met heel veel toffe personages. Het is echt een beetje, ook net zoals City of Brass. Een beetje die feeling heeft het, die van in één nacht. Die 1001 nacht, Caribbean Nights, in de woestijn. Dat vind ik een hele leuke manier van een fantasy verhaal. Gewoon in een soort van wereld die we kennen, maar dan heel anders. En dit is ook bij Iskari en zo. Die zitten allemaal een beetje in zo'n soort wereld. En ik begin het echt tof te vinden. En Rain the Earth was gewoon echt super tof, super sfeervol. Hele leuke personages. En echt wel een main character die, ja, moet risen naar de occasion en niet goed weet hoe en eigenlijk heel erg bang is en heel erg afhankelijk altijd is geweest en nu eigenlijk leert dat ze dat niet meer moet zijn ofzo, hoe ze dat niet meer moet doen. Dus super tof. Ik heb deze dan ook 5 sterren gegeven. Toen stond opeens als hele leuke verrassing Welk Woud van Tahara Mafi op Storytel. Ik heb natuurlijk verder meer, heb ik al een tijdje geleden gelezen. En ik was er niet helemaal hoog tot de boten over, maar het is Tahara Mafi. En dit boek klonk nog interessanter dan verder meer, dus ik wou hem graag lezen. Maar op een of andere manier kom ik er dan niet aan toe. En nu stond hij op Storytel en het was echt super leuk. Jullie weten misschien wel hoe picky ik ben, hoe kieskeurig ik ben met Nederlandse luisterboeken. Omdat ik dat vaak lastig verteld vind, omdat Nederlanders bij verhaal vertellen wel eens stemmetjes op kunnen zetten. Maar bij Welk Woud was echt heel tof verteld. Ik zat er echt meteen in. En waarschijnlijk ook omdat het een kinderboek is. Het gaat zo makkelijk doorheen. Het wordt echt alsof je voor het slapen gaan voorgelezen wordt. Dus dat was echt heel leuk. Welk Woud gaat semi verder waar verder meer is gebleven. In verder meer hebben we natuurlijk Alice gevolgd en Oliver. Terwijl zij een missie moesten volbrengen en kleur terugbrengen. En in Welk Woud volgen wij Lely of Lyley. Ik weet niet hoe het uit wordt gesproken. En nu komen Alice en Oliver dus bij haar terecht. Lely is, haar moeder is overleden. En haar vader heeft er heel veel verdriet van. Waardoor het op haar is gekomen om het familiebedrijf van het wassen van de doden over te nemen. En ze moeten deze doden wassen om ze te helpen met oversteken. En Lely die kan ook daadwerkelijk praten met de doden. Wat haar werk niet makkelijker maakt. Maar juist een stuk heftiger en emotioneler. En er gebeuren steeds dingen buiten Lely's macht. Lely is hierdoor doodongelukkig en Alice en Oliver komen haar dus helpen. Want het gaat van kwaad naar erger. En ja, deze vrienden komen elkaar dus helpen. Het is echt een superleuk middle grade. Ik vond deze echt veel leuker dan verder meer. Doordat we hier 3 personages hebben, 3 vrienden, is er veel meer dynamiek. En dat vind ik juist het leuke aan middle grade series. Hoe zij met elkaar avonturen beleven, want de een in het andere gegooid worden en niet zo goed weten hoe ze het op moeten lossen, want het zijn nog kinderen, maar het toch op moeten lossen. En dat was hierin veel meer dan in verder meer. Buiten het feit dat deze wereld was echt wel creepy en de doden staan op en ja, I loved it. Ik heb deze 3 sterren gegeven.
Toen heb ik een boek gelezen dat ik nog niet gekocht heb, want ik mag geen boeken kopen, maar die komt er snel aan. En dat is Sleeping Beauties van Stephen King. Ik heb natuurlijk recent de Outsiders van Stephen King geluisterd. En ik was super fan van Stephen King en van het boek en van alles, dus ik wou graag meer. Dus ik denk ik begin bij Sleeping Beauties. Sleeping Beauties is geschreven door Stephen King en zijn zoon. En ik moet zeggen dat hier nog steeds super goed de sfeer in zit en de dynamiek en de psychologie van mensen. Maar ik was iets minder enthousiast over dit boek dan andere boeken van Stephen King. Ik heb hem dan ook uiteindelijk 3,5 ster gegeven. Misschien 4. Ik zit er nog wel vaak over na te denken. In Sleeping Beauties volgen wij gewoon Amerika. Alles lijkt normaal. Totdat de vrouwen opeens in slaap vallen in cocons. En als je ze eruit probeert te halen, dan vallen ze je aan en vermoorden ze je. En dit alles heeft te maken met een nieuweling die in dit kleine dorpje is terechtgekomen. Eve noemen ze haar. En ja, er is toch wel het een en ander aan de hand met Eve. En dat vond ik wel weer leuk aan dit verhaal. Net zoals bij al Stephen King zijn verhalen. Er is een normale wereld. Er gebeurt iets paranormaals. En wij zien hoe normale mensen met hun eigen karakters hierop reageren. Zo volgen we een politieagent. Een vrouwelijke politieagent. Die dus eigenlijk heel hard bezig is om niet in slaap te vallen. Want als zij dus in slaap valt, dan wordt ze zo'n cocon. En zij moet dus achterhalen wat er aan de hand is. Wat er gebeurd is. En het oplossen. Want steeds meer mensen, er vallen steeds meer doden. En we volgen ook haar man, die werkt in een vrouwelijke gevangenis als psycholoog. Nou ja, daar valt iedereen dus met bosjes in slaap. En Eve, dat rare meisje, die belandt uiteindelijk ook in de gevangenis. Dus er is heel veel aan de hand. En ik denk misschien dat dat hetgene is waardoor dit boek iets minder was voor mij. Omdat er is zoveel aan de hand. En je merkt toch wel dat er twee stemmen aan het botsen, omdat er twee schrijvers in zitten. Waardoor ik soms een beetje de draad kwijt wie we nou volgden. Waarin het in The Outsiders heel duidelijk was, oké, nu lezen we dit perspectief of nu gaat het over deze persoon. Was ik dat in Sleeping Beauty soms nog wel eens kwijt. Dat we een tijdje bezig waren en dan opeens ook. Omdat er ook heel veel personages heel kort aan bod komen. Die komen maar 3 hoofdstukken en daarna zijn ze er niet meer. Dus er worden heel veel verschillende personages komen aan bod uit het kleine dorpje. Wat leuk is, maar soms een beetje verwarrend en wist ik niet meer wie het nou aan het vertellen was. Desalniettemin echt een super sfeervol verhaal. Het zet je aan het denken over onszelf, over de huidige maatschappij. Wat zou er gebeuren? Zou het daadwerkelijk zo lopen als alle vrouwen in bod aan het slapen zijn? En in kokonnetjes zitten, want de mannen zijn dan in hun eentje. En geloof me, mannen zijn die neigen nogal naar agressiviteit en elkaar aanvallen als ze niet weten wat ze moeten doen. En dat is hier ook heel mooi geschetst. Gewoon dat verschil tussen mannen en vrouwen. En dus zeker wel een aanrader. Maar gewoon, dat was het enige probleem dat ik heel erg had met het boek. Waardoor die minder wauw was, zoals ik meteen bij Outsiders had. Dan ben ik verder gaan in een serie waar ik een hele tijd geleden aan ben begonnen. Ik was een beetje vol met al het fantasy en paranormale. Dus ik denk, ik ga even wat guilty pleasure lezen. Dus ik ben begonnen met deel 2 van The Royals. Namelijk Verraad van Erin Watt. En ik heb daarna gelijk deel 3 gelezen. En deel 4. In deze serie volgen wij Ella. En Ella, haar vader is overleden. En haar moeder ook recent. Dus zij probeert haar huis en haar school te betalen. Door als stripster aan het werk te gaan. Totdat op een gegeven moment Kellen Royal bij haar aan de deur komt. En die zegt dat hij een hele goede vriend was van haar vader. En dit kan zo niet langer. Dus zij komt bij hem wonen. Ze sluiten een deal. Dus zij gaat uiteindelijk bij hem wonen. Waardoor zij wordt gegooid in de wereld van de royals. En Kellen heeft dus schijnbaar 3 zoons. 4 zoons. 4 zoons heeft hij zo dan. En met ieder hun eigen problemen. Hun eigen bad boy vibe. En Ella wordt daar middenin gegooid. Dus haar hele leven wordt op zijn kop gezet. En zij moet opeens haar plekje zien te vinden, te bemachtigen, te bevechtigen. Tussen deze mensen. En dat gaat niet van een leien dakje. Uiteindelijk begint ze te merken dat ze ook Reed Royal, die ze niet uit kan staan, toch ook wel heel erg verleidelijk vindt. Dus dat is dit boek vooral. Het is echt een guilty pleasure. Er zitten heel veel intriges in en mysteries en problemen. Echt tienerproblemen, maar ook wel echt wel rijke problemen. Wat dus heel leuk is om te lezen. En er zitten heel veel steamy scènes in. Dus vandaar echt een guilty pleasure. En ook de problemen op school en zo. Het is echt zo'n high school combined met 50 Shades of Grey. Maar ik hou niet van 50 Shades of Grey. Dus dan beter. I don't know. Het is gewoon heel leuk en heel vermakelijk. Ik heb ze dan ook alle
maal 3 sterren gegeven. Het vierde deel volgen wij niet meer Ella, maar een van de broers van de royals, de jongste. Want hij heeft nog steeds de meeste issues. Het is een beetje moeilijk om allemaal te zeggen zonder te spoileren. Maar ja, als je op zoek bent naar guilty pleasure, steamy boys om van te houden, om bij weg te kwijnen. Problemen waar je totaal niet in kan vinden, maar wel leuk om te lezen, dan is dit een serie voor jou. Dan heb ik nog een hele serie geluisterd in de maand december en januari vooral, waar ik echt mega fan van ben. Het is één van mijn favoriete series geworden. En dat is The Artemis Files van Sylvain Neuville. Ik weet niet hoe het uitspreekt. Maar goed, dat is deel 1 Sleeping Giants, deel 2 Waking God en deel 3 Only Human. Dit is echt een super toffe serie. Een aanrader om te lezen, maar het luisterboek was ook heel tof. De hele serie is verteld vanuit multiple media. Dus je hebt een script van een interview dat wordt gehouden. Je ziet een script van camerabeelden die vast zijn gelegd. Of je hebt een dossier van iets. Of je hebt een opname van iets. Dus het zijn heel veel van dit soort dingen. Net zoals de Illuminé-serie. Het is vanuit verschillende... En volgens mij heeft Nightfilm dat ook, maar die heeft meer foto's ook en zo. Het is dus niet een verhaal. Het is echt gewoon delen. En vooral heel veel interviews. Het gaat erover dat wij volgen deze vreemde persoon. En wij kennen zijn naam ook niet. En die komen we volgens mij ook nooit te weten. En hij is bezig met het onderzoeken. Er is een meisje, Rose, en die is op 7-jarige leeftijd in een gat gevallen en belandt op de hand van wat lijkt een hele grote robot. En heel veel jaren later is zij bezig met het onderzoeken van die hand en komen ze erachter dat er meerdere onderdelen zijn. En gaat zij dus met een team op zoek naar die onderdelen. En dat wordt dus allemaal geleid door deze mysterieuze persoon. Dus hij doet vaak die interviews met heel veel verschillende mensen om heel veel verschillende informatie te verzamelen. Die wij dus ook steeds gaandeweg krijgen. Dat is alles wat ik erover wil zeggen. Het verhaal gaat van deel 1 naar deel 3 compleet ergens anders, maar wel met dezelfde personages. En dat vind ik wel leuk, omdat normaal lees je vanuit personages wat ze doen en wat ze zeggen en wat ze denken. En dat is nu niet, want we horen alleen vaak achteraf wat er is gebeurd. Zo is er ook een romance die ontstaat. En wij maken die romance niet mee. Wij horen alleen anderen vertellen over die romance of een van de betrokkenen vertellen tegen dus die persoon over de romance. Maar op een of andere manier maakt dat het realistischer. Omdat je maakt niet echt romances mee. Maar je krijgt het meer op deze manier vaak aangeleverd. En dat vond ik wel heel heel leuk en heel uniek. Echt, ja, ik ben dol op deze serie. Je moet het gewoon gaan lezen. Ik wil daar ook niet te veel over vertellen wat er verder gebeurt. Omdat ik het heel leuk vond om elke keer verrast te zijn over hoe het loopt, zeg maar. Echt een hele toffe manier voor vertellen. Je zou denken van, ja, maar het is toch heel verwarrend als het allemaal uit die verschillende delen is verteld in een luisterboek. Dat hebben ze dus echt super goed gedaan. Doordat het dus interviews zijn, weet je niet zo goed wie er nou aan het praten is tegen wie. En dat hebben ze bij het luisterboek opgelost door voor elk personage een aparte spreker te hebben. Dus je hoort precies over wie het gaat, zonder dat er een naam wordt genoemd, omdat je de stem herkent. En ze hebben ook allemaal echt wel uitgesproken stemmen. Daardoor voelt het gewoon alsof je gewoon blind naar een film zit te luisteren. Omdat die personages, ze lezen het niet voor. Die voorlezers, die zijn die personages. Ze spelen het. En het is zo goed gedaan. Zeker een aanrader. Ik heb ze allemaal 5 sterren gegeven. En dan het laatste luisterboek dat ik eind januari heb geluisterd. Dus het laatste boek dat ik in deze video ga bespreken. Dat is Bestemd voor mij van Chantal van Gastel. Ik kan dat niet uitspreken omdat mijn neus dicht zit. Chantal van Gastel ken ik persoonlijk. Super leuk. En haar film Zwaar Verliefd is natuurlijk... haar boek Zwaar Verliefd is recent verfilmd. Super trots op Chantal. En ze had dus even daarna ook nog even Bestemd voor mij. Even woep eruit gegooid. Dus ik was wel benieuwd. Dus ik heb een recensie-exemplaar aangevraagd. Ik ben op een gegeven moment een beetje afgestapt van volwassen romans. Omdat ik het heel erg hetzelfde vond. Altijd dezelfde verhalen en altijd. En heel veel mensen vinden dat ook bij young adult zo. En dat is ook zeker zo. Maar ik heb dat gewoon bij romans. Ik kan er niet te veel lezen. Omdat ik dan gewoon zoiets heb van ja, ik ken dat wel. En daarom vond ik Bestemd voor mij zo leuk. Omdat Chantal echt... Ik wist aan het begin niet waar dit verhaal heen zou gaan. Ze doorbreekt echt andere paden hiermee. En de tropes worden een soort van overgeslagen en aan de zijkant gezet. We volgen Jessica. En Jessica gaat met haar 3 vriendinnen
naar het familiehuisje van Jessica, haar ouders. Ze hebben het allemaal heel druk met hun eigen leven, met hun werk, met hun gezin. En ze zien elkaar dus zelden. Wat een beetje anders loopt, omdat ze ingesneeuwd raken. En gedurende de tijd dat ze daar dus vastzitten, wordt Jessica heel erg geconfronteerd met haar verleden. Waardoor ze heel erg moet nadenken over haar het heden. De dromen die ze vroeger had, de toekomst die ze voor zichzelf ziet. En ook gewoon de pijnlijke dingen die zijn gebeurd. En dat leren wij gaandeweg steeds meer, terwijl er steeds meer duidelijk wordt. En terwijl wij Jessica ook steeds meer leren kennen. Maar het loopt allemaal niet zozeer als dat ik dacht dat het zou lopen, zonder te spoileren. Dus dat was heel leuk. En ook de snippets van vroeger, de hele sneeuwsfeer. Ja, echt gewoon weer even lekker een leuke roman. Anders dan al het andere. Dus ik heb deze 3,5 ster gelezen. En ik ga snel beginnen aan Zwaar Verliefd. En ik heb de film nog niet eens gezien. Shame. Dat was het dan voor deze video. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Stay tuned dus voor de boeken die ik daadwerkelijk heb gelezen in de afgelopen maanden. Met daadwerkelijk bedoel ik fysiek heb gelezen. Linkjes naar deze boeken staan in de beschrijving. Ook naar mijn socials. En ja, wat hebben jullie gelezen de laatste tijd? Wat voor luisterboek? Wat is jullie favoriete luisterboek? Dat wil ik weten. Dan heb ik weer een aanrader voor mijzelf. Dat was het dan voor deze video. Zoals altijd, doe een duimpje omhoog als je de video leuk vond. Abonneer als je meer wilt zien. Linkjes staan in de beschrijving. En ik zie jullie snel weer. Doei!